Super spannend. Nou, ik heb er echt weer helemaal zin in. En vanaf vandaag ga ik ook weer helemaal lekker terug in mijn nieuwe ritme. Is altijd de dag na de vakantie. Kan je alleen maar aan eten denken. Isaac, laat ik even alle groenten en fruit uitzadden. Dat is iets makkelijker om te laten zien. Meteen even een tip van mij. Als je aan het begin van de week, of eind van de week, net wanneer jij het doet, je boodschap hebt gedaan. Good morning, ready for an after holiday workout. Ik ga jullie even een healthy avondeten tip geven die heel makkelijk is om te maken. Gewoon heel gezond, heel laag inzetten. Ik moet wel zeggen dat het echt een fantastische kamer is. Heel erg mooi interieur. Hey, wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag bij ons. Wij zijn gisteravond heel laat teruggekomen van vakantie. Die vlog hebben jullie 2 weken geleden gezien. En vandaag ga ik jullie weer lekker meenemen. Want ik dacht het is wel leuk om jullie een beetje mee te nemen in het proces na de vakantie. Waarin alles uitgepakt moet worden. Alle koffers, alle wasjes. En het gewone leven zeg maar weer doorgaat. En vanaf vandaag ga ik ook weer helemaal lekker terug in mijn nieuwe ritme. Of eigenlijk oude ritme. Met gezond eten en voldoende bewegen en sporten. En nou, ik heb er echt weer helemaal zin in. Want ja, ik heb in de vakantie echt alle teugels laten vieren. En alles losgelaten. En gewoon helemaal gewoon met de flow meegegaan. Ook een beetje met de groep meegedaan. En nu zit het eerste gezonde ontbijtje vanochtend. Dat heb je dan niet gezien. Zit er alweer in. En ik ga weer lekker verder. Dus ook daar ga ik jullie in meenemen deze weekvlog. En nu ben ik bezig met het opruimen van onze slaapkamer. Want wij krijgen namelijk vandaag een nieuw bed. Super fijn. Dat heb ik laten zien trouwens in de vorige weekvlog. Dat we die besteld hadden. En nu komen ze die dus vandaag leveren. Dus wij hebben hier bijna alles al leeg gemaakt. Dit moet zo meteen weg. En dan komen ze het dus straks bezorgen. Super spannend, want ja, ik weet niet hoe het in de ruimte gaat staan. Hoe het ligt. Maar goed, dat gaan we dus zien. In ieder geval leuk dat je weer erbij bent, dat je weer meekijkt. Ik zou het wel leuk vinden als je een keer een duimpje omhoog doet als je er zin in hebt. Of abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we lekker zitten, want dan ga je kijken naar een nieuwe weekvlog. Dit is dus de status. Onze kamer moet leeg zijn voor dat bed. Dus hier hebben we op Ramos' kamer alle koffers neergelegd. En die ga ik nu uitpakken. En zij ook blijkbaar. Heel handig. Ik vind het toch iets lastiger uitpakken dan anders. Omdat we nu natuurlijk de winter ingaan en de zomerkleren die nog schoon zijn en die ik aan het wassen ben en dan straks schoon zijn, die hoef ik vooral voor de kindjes natuurlijk niet meer terug te doen in de kast. Maar misschien ook niet op te ruimen, want die passen ze volgend jaar waarschijnlijk niet meer. En voor ons hoeft het niet terug in de kast, maar wel naar zolder. Nou, dat is in principe niet zo heel ingewikkeld. Maar voor de kindjes denk ik dan, oh ja, wat moet ik dan bewaren, wat niet? Dan maak ik weer stapeltjes van dingen die ik dan gewoon weggeef. En ik maak dan stapeltjes voor dingen. Net als dit van Ramos, een jekje, spijkerjekje. Maar ik denk dat het voor de meiden volgend jaar weer leuk is. Dus dat ga ik dan zelf weer bewaren. Ja, maar goed. Eerste wasje staat aan en we komen er wel. Oeh, als nu het bed is er. Wauw, hij is wel mooi, hè? Ja, heel tof. Heel tof. Ik ga hem laten zien. Wauw, moet je kijken. Hij is wel echt heel mooi, hè, Ed? Doe maar niet op springen. Want we hebben net gehoord gekregen dat er, wat was het ook weer, Ed? 48 uur. Dat hij, ja, dat komt ervoor. Eigenlijk dat het wat eerder komt. Oké, nou. In ieder geval, ik vind hem echt heel mooi. Nee, die springen liggen. Even testen. Ligt hij goed? Doe eens even voelen. Doe eens voelen allemaal. Ik heb het al gevoeld. En? Echt heel lekker. Prima, echt. Helemaal prima. Ligt hij goed? Ja! Oké, okay. Vind jij hem ook fijn, Charlie? Ik ga jullie later even laten weten of hij lekker ligt en of hij goed slaapt en zo de aankomende dagen. Maar ik zal in ieder geval even een linkje in de beschrijving zetten van het bed dat we hebben. Mocht je nog op zoek zijn naar een nieuw bed, dan dan zou je hier naar kunnen kijken. Ze hebben heel veel verschillende hoofdborden, verschillende grootte. En ze hebben dus velvet, net als wat wij hebben, maar ook allerlei andere materialen. Maar kijk maar even bij het linkje, dan
dan zie je wat ze allemaal hebben. Hij is dus van Mad Sleeps. Ik ben lekker boodschap gaan doen samen met Ramos. Kon ik overigens niet filmen, want het was zo super druk bij die Albert Heijn. Maar goed, ik zal jullie wel even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En ik ben ook op pad geweest naar nou echt allerlei winkels om een hoeslaken te kopen. Maar die kan ik dus nergens vinden van dit formaat. Want we hebben dus 2x2. Maar ja, die hebben ze dus nergens. Dus die moet ik even snel gaan bestellen. En vanavond dus gaan improviseren. Ja, ik had daar natuurlijk ook weer niet bij nagedacht. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga nu eerst even wat eten, want echt... Ik heb de hele dag al honger. Dus ik ga even een banaantje pakken. En dan ga ik jullie laten zien wat ik heb gekocht voor boodschappen. Is altijd de dag na de vakantie. Kan je alleen maar aan eten denken. Maar maakt niet uit. Vandaag staat in het teken van extra vitamintjes. Ik dacht, laat ik even alle groenten en fruit uitzallen. Dat is iets makkelijker om te laten zien. Ik heb hier 2 keer druiven, 2 keer een sapje, appel, peer, 3 keer banaan. Losse tomaatjes. Deze 2 zijn voor in de vriezer. Even kijken, ik loop even om ondertussen. Deze zijn voor in de vriezer en die doe ik altijd in de smoothies en in de yoghurt. Meteen even een tip van mij. Als je aan het begin van de week of eind van de week, net wanneer jij het doet, je boodschap hebt gedaan, dan heb je meestal heel veel vers fruit. Wat je dan bijvoorbeeld in een yoghurt kan doen of als tussendoortje kan nemen. Aan het einde van je week, wanneer je weer bijna boodschappen moet doen, dan is dat meestal op. Dus een tip, koop dan af en toe gewoon zo'n zak. Want dan heb je ook aan het einde van de week nog voldoende fruit in huis voor door je yoghurt of als tussendoortje. En grijp je toch minder snel naar ja, koekjes, snoepjes, dat soort dingen. Want we weten allemaal, als je niet in huis hebt, is de verleiding nog groter om voor de beeld te gaan. Dus dat is even een tip. Haal deze lekker in huis voor in de vriezer. Die heb je ook gewoon bij de Aldi en bij de Lidl en dan zijn ze wat goedkoper. Dus. Dan heb ik nog ijsbergsla. Ik heb hier de mandarijntjes. Ik hoop dat die ook weer lekker zijn. Sperzieboontjes voor vanavond, want dat wilden de kindjes graag eten. Cherry tomaatjes, winterpeen. Dit hadden jullie al gezien. Avocado hebben jullie nog niet gezien trouwens. Die heb ik... Paprika, 3. Ik heb een zakje met groenten of een bakje. 3 komkommertjes, een courgette, 2 keer puntpaprika. En ik heb deze nog voor, ik denk dat ik hier een curry mee ga maken aankomende zondag. Dus dat is wat ik qua groente en fruit heb gekocht. Dan hebben we hier, want de rest ga ik gewoon even zo laten zien. 2 keer volkoren wraps. En 2 keer volkoren boterhammen. In dit tasje zitten dan de maiswafeltjes. 2 keer meer granen en 2 keer de maiswafels met zeezout. Die zijn heel lekker. Hier heb ik koekjes. We krijgen visite vanmiddag nog. We krijgen morgen ook visite. En deze heb ik ook, want die waren 2 voor 2 euro. Dus nou, makkelijk dit. Morgen is de Sinterklaas intocht. Tenminste, als het allemaal doorgaat, maar daar gaan we maar vanuit. Dus daar heb ik chocoladepepernoten voor gehaald. Ik heb hier nog eitjes. Ik heb 2 keer havermout. Ik heb deze nog gember voor, die doe ik altijd in de thee. Dan heb ik nog extra pure chocola voor mezelf. Oh ja, deze pepernootjes worden er nog bij. Dit is dus voor morgen, voor de intocht. Ik heb nog chipjes voor morgen, voor, ook met de visite erbij. Ik heb koffie gekocht, cupjes, ik heb lekkere cashewnoten, die heb ik 2 keer, dus die andere zit ergens anders. Ik heb witte wijn, een flesje, ik heb hummus naturel, heb ik ook 2 keer. Oh ja, amandelmelk en gewone melk hadden we nog heel veel, dus daar heb ik niet zo heel veel van bijgekocht. Wel heb ik nog feta kaasjes, soja yoghurt, ook van Alpro, deze vind ik kindje heel lekker. Batterijen, nou dat is niet zo boeiend. En dan is dit het laatste. Oh ja, hier nog wat hummus. Dit is voor Bobby, want zij vindt olijfjes echt heel erg lekker. Dus olijven. En zelf vind ik het trouwens ook heel lekker hoor, in een salade. Nog een keer noten. Oh ja, dit zijn dus de kokosmelk voor aankomende zondag voor de curry. Mozzarella. Volkoren kikkertjes. En nog kikkererwten. En dat was het. Oh nee, en ik heb nog... kipstukjes, ook voor in die curry. En ik heb nog falafelballetjes. En ik heb deze falafelballetjes. Dat zijn met tomaat en basilicum. Dus dat. En daar is onze Ed. Hoe is het? Oh.
Oh ja, die kaars. Lekker. Ruikt lekker. Ja. Zet die boven neer. De visite is weg en ik heb even lekker gekookt. Zilvervliesrijst met boontjes, kikkererwten, een beetje paprika. Dat was over een eitje, komkommer en wat zelfgemaakte saus van kokos, melk, spinnenkaas en een klein beetje ketchup. En zilvervliesrijst. Dus dat gaan wij lekker eten. Sinterklaas marathon. We hebben het opgenomen. En nu kijken we lekker Sinterklaas terug. Leuke meid. After holiday katertje. Good morning. Ready for an after holiday workout. Die ga ik even lekker op mijn slaapkamer doen. Want ik vond het te koud beneden in onze fitnessruimte. Dus ik ga lekker hier even sporten. Gewoon laptopje. Nieuwe workout van Nieuwe Fit Mama. Ik ga gewoon hier lekker staan. Ik ga jullie even een healthy avondeten tip geven. Die heel makkelijk is om te maken. Gewoon heel gezond, heel laag inzetten en super lekker. Dus komt-ie. En dit is hem. Nou moet ik wel zeggen, het licht in onze keuken is heel flats, waardoor het eten ook heel flats eruit ziet. En het is al niet heel kleurrijk, maar goed. We hadden het over een gezonde maaltijd en dat is het zeker. Het is namelijk zilvervliesrijst met een curry. En de curry is van bloemkool. Nou, super lekker voor de kindjes. Ik heb geen pittige kruiden gebruikt, want dan lusten ze niet. En dat heb ik aangevuld met kipstukjes, vega, maar goed, je kan natuurlijk ook normale kip gebruiken. Ik heb er 1 potje met kokosmelk gedaan, light. En ik heb 1 potje met tomatenblokjes gedaan. Wat ik er verder aan toe heb gevoegd is een rode ui, wat knoflook en cashewnoten. En dan heb je echt een heerlijke maaltijd die super goed is in verdeling qua koolhydraten, vetten, eiwitten. En toen was het gewoon alweer weekend. Het is vandaag vrijdag hier en ik sta op het punt om mijn tas in te gaan pakken. Want wij gaan gezellig een weekendje weg, Ed en ik. Helemaal zin in. We gaan met onze vriendengroep, waar wij eigenlijk elk jaar een weekendje met z'n allen mee weggaan. Dat is echt altijd 1 groot feest en gezelligheid. Dus dat gaan wij dit weekend ook doen. En ik heb er helemaal zin in. Ik heb net een klein beetje mijn haar in de soort van slagkrulachtig iets gedaan. En ga nu mijn tas inpakken. Maar ik heb ook iets heel erg leuks. Want ik heb namelijk net een hele doos binnengekregen van Goods & Gusto. Dat hebben jullie echt al vaker bij mij voorbij zien komen. Een heel leuk kledingmerk met een hele leuke webshop waar je van alles kan bestellen. Dat heb ik nu dus ook weer gedaan en ik ga ze even aan jullie laten zien. En dit is de eerste. Nou, hier ben ik sowieso heel blij mee, omdat dit zo'n trui is die je gewoon elke dag aan kan. Leuk op een spijkerbroek, vind ik zelf. Mooie kleur, lekker licht en dat zit gewoon heerlijk. En deze shop je dus echt met 50% korting. En ik zal alle linkjes van alle items even in de beschrijving zetten. Zodat je gewoon kan klikken en kan zien of je hem ook gaat bestellen of dat je maat er nog tussen zit. Nou, dit is het eerste item. Helemaal leuk. Je kan natuurlijk buiten je broek doen, zo. Maar ik vind zelf altijd net even, ik weet niet, dit. Dat vind ik dan toch net het leukst. Kijk ook even hoe leuk deze is. Een zwart jurkje, lange mouwen. En ik vind dit dus echt heel erg leuk in combinatie met laarzen. En ik denk, want die van mij zijn natuurlijk onder de knie nu. Maar ik denk als je juist boven de knie laarzen hebt, dat het ook heel tof is. Dus ja, helemaal leuk. En altijd goed om in je kast te hebben zo'n basic item. Maar als je dit draagt dus met bijvoorbeeld laarzen, dan zie je er meteen helemaal leuk uit. Misschien nog een tasje erbij. Of zelfs een riempje, maar die heb ik eigenlijk nu even niet. Maar een riempje denk ik dat ook nog wel heel erg leuk kan zijn hiermee. Goed, dit is dus het tweede item. Hier ben ik blij mee. Echt, hoe mooi is deze jurk. Kijk nou. Ja, dit vind ik echt. Oh, hij moet ietsje hoger met die laars. Ik vind dit zo mooi. Normaal gesproken kies ik eigenlijk bijna nooit deze kleur. Omdat ik natuurlijk best wel licht ben van mezelf qua huid. Qua haar, maar ik vind dat ik het eigenlijk best wel kan hebben zo. En vooral dan met dat bruine eronder dat heel erg breekt van die laarzen. Ja, ik vind het zo mooi. En ik denk dus dat ik deze vanavond aan ga doen. En dit colletje is lekker zacht. Zelf moet ik heel eerlijk zeggen dat als ik een coltrui draag en de col is heel zwaar, zeg maar, dan voelt het heel erg benauwd. Maar dit is gewoon een heel lekker dun colletje, zodat je niet dat gevoel krijgt. Nou, ik weet niet. Ik ben hier helemaal blij mee. Ik heb in ieder geval gezellige
compagnie gekregen. Oké, ik ga verder. Dit was nummer 3. Next one. En dan heb ik hier nog een heel leuk item. Dat is deze broek. En die heb ik dan nu weer... Oh, Ed is trouwens ondertussen zijn spullen aan het pakken voor het weekend weg. Maar die heb ik dan nu dus gecombineerd weer met die eerste trui. Nou, deze broek is wel van de nieuwe collectie. En ja, ik hou van dit soort broeken. Het is een flared. En leuk met gympies, maar ook leuk met een klein hakje zoals ik dus nu heb. En deze broek kun je dan weer met stapelkorting kopen. Ja, ze hebben echt allemaal hele leuke kortingen en sale, et cetera. Ik zal onderaan de beschrijving even precies zetten hoe het zit, zodat je ook niet in de war komt. Maar in ieder geval, die kun je dus met stapelkorting kopen. Helemaal leuk. Het staat hier in de badkamer te lachen, omdat ik helemaal blij ben met mijn nieuwe spulletjes. Maar goed, ik heb dus ook een nieuwe jas. Want deze jas, of tenminste, ik had eigenlijk nog geen winterjas. Vorig jaar ook niet gekocht. Dus ik dacht, het is weer tijd voor een nieuwe winterjas. Dit soort jassen zijn namelijk echt helemaal in de mode. En ja, ik weet niet, ik vind het gewoon heel leuk. Het is een wederom een leuk kleurtje dat toch wel meer bij me staat dan ik eigenlijk dacht. En hij is volgens mij ook heel lekker warm zo te voelen. Ik ga hem denk ik gewoon straks meteen aandoen. Dus dan gaan we het merken. Maar ja, helemaal leuk. Wat vind jij ervan, Mop? Leuk jasje, hè? Ja, heel leuk. Ja, toch? Ja. Hij kan ook dus helemaal tot bovenaan dicht, zie ik. Dat is fijn. Vooral als ik 's ochtends vroeg met Ramos naar school loop in de kou. En nu zijn we aangekomen waar Ed zijn gezichtje helemaal blij van wordt. En dat zijn de home-artikelen van Goods & Gusto. Eerlijk gezegd, ik wist dus niet dat ze die hadden. Maar onder andere heb ik deze hele leuke kaars. En ik denk dat ik die gewoon hier gezellig op de vensterbank ga neerzetten. Want 's avonds doen we best wel vaak kaarsjes aan boven. Dus dan staat dit gewoon heel leuk. Hoewel die ook beneden trouwens op de plank weer heel leuk is. Maar goed. En wie ons een beetje kent, weet hoe wij zijn. Elke ochtend het eerste wat we doen, is koffie drinken. En dus heb ik een heel leuk mokje besteld voor Ed. We hebben allemaal verschillende en deze past daar zeg maar helemaal bij. Ja, dus. So for us a good and Mop. Het is inmiddels zondag. Wij zijn 2 dagen echt super laat naar bed geweest. 2 dagen heel lekker uitgeslapen. Het is nu, hoe laat is het? 9:50. En ik ga nu lekker koffie drinken en ontbijten. Ik moet wel zeggen dat het echt een fantastische kamer is. Heel erg mooi interieur. Het dekbed ook, fantastisch. Ja, ik kan er niks anders over zeggen. Het is, ja, geweldig. Het weekendje is inmiddels voorbij met onze vrienden. Het was super leuk, maar ik kon niet echt iets filmen. Want ja, weet je, dat is dan toch anders. Nu zijn Ed en ik even lekker met z'n tweeën op pad in Den Bosch. En we zijn lekker bij de Dille en Kamille leuke dingen aan het zoeken. En ik ben deze even, die ga ik meenemen. Deze is zo lekker. Die hebben wij al thuis. Echt, die geur is nou, heel lekker. Oké, nu ga ik jullie eerst even mijn gordel aantrouwen. Nou ga ik jullie even gezellig bijkletsen, want we zijn dus het weekend weg geweest en dat was heel erg leuk. Maar ik kon daar niet zo heel veel van filmen, want ja, je bent dan met andere mensen en ja, dan is dat gewoon niet heel erg handig. Maar goed, het was heel gezellig. Het is nu zondag en wij zijn dus ja, een beetje zeg maar tegen de lunchtijd zijn we allemaal weer weggegaan. En wij dachten, nou weet je wat het is? Ed's ouders die zijn er. Laten we even van de gelegenheid gebruik maken om met z'n tweeën toch even nog iets te gaan doen. Dus we zijn naar Den Bosch gegaan. Hebben we hier gezellig wat winkeltjes gekeken. Dille en Camille dus, zoals je net zag. En dan hebben we heerlijke handzeep. Die is echt heel fijn. En we hebben nog een leuk vaasje en een droogboeketje gekocht. Nu gaan we terug naar Waalwijk. Daar wonen wij. En daar, daar gaan we eventjes naar de supermarkt. Wat dingetjes halen voor de aankomende week. En dan gaan we lekker naar huis naar de kindjes. Het was heel fijn om even weg te zijn. Even ja, andere dingen. Maar ik vind het ook altijd heel lekker om zo meteen weer met ze te zijn. Dus dat, dat is een beetje hoe het allemaal voor staat. En wat het plan nog is verder deze dag. Ik ben een beetje bezig met het plankje. Kijk. Het wordt wel steeds leuker en aangekleder, hè? Nu moeten we dus nog barkrukken hebben. En dan ja, begint er wel... Even dat klepje. Begint er wel wat meer... Ja, aankleding te komen. Maar nog steeds is het niet af. Want het is hier nog heel kaal. Maar goed, alles op zijn tijd. Die gaat weg. Die ook. Later meer daarover. Maar ja, plankje ben ik blij mee.
Oh jongens, ik heb zo slecht geslapen vannacht. Echt vreselijk. Ik denk dat het volle maan was. Want gisteravond toen de ouders van Ed weggingen, toen zei ik nog van hey, volgens mij is het volle maan. Ik kon het niet helemaal zien. En toen heb ik echt afgelopen nacht zo slecht geslapen. Alsof dat je zeg maar, dat dit het punt van wakker is. En dat dit het punt van diepe slaap is. En dat je dan net hier zit, zeg maar zo onder dat wakker zijn. Ken je dat? Dat je dus ergens wel slaapt, maar aan de andere kant ook de hele tijd wakker bent. Ja, ik weet het niet, maar dat had ik dus vannacht. Anyway, het is nu maandag vandaag. Ed is de kindjes naar school brengen. Of tenminste, Ramos naar school, bijna het kinderdagverblijf. En ik ben lekker mijn smoothie aan het drinken. Die heb ik hier neergezet. Ik drink eigenlijk bijna altijd een smoothie 's ochtends, zoals jullie weten. En dit keer is het met mango, banaan, spinazie, amandelmelk. Super lekker en gewoon ja, helemaal goed voor je buik om zo de dag mee te beginnen. Lekker licht, vitamintjes, mineralen. En dan is het nu tijd om lekker te gaan werken en weer afscheid te nemen van jullie. Deze vlog was een beetje anders dan normaal, want ik heb echt gefilmd over 2 weken. Dus nou, ik hoop dat jullie het alsnog heel erg leuk vonden om naar te kijken. Vergeet niet dat aankomende zondag ons allernieuwste, maar ook allerlaatste programma van dit jaar online gaat komen. Het nieuwe Fit Mama Sixpack Plan programma. En als je daar meer over wil weten, dan kun je mij het beste volgen op Instagram. Het nieuwe Fit Mama, want dan kun je daar alles over lezen en over voorbij zien komen. Voor nu, dankjewel voor het kijken en ik zie jullie over 2 weken. Doei.